Hoi, het onderwerp van deze video is milieu of genotype en dan kijk vooral wat daar de invloed van is op het fenotype, dus uiterlijke kenmerken. Nou, de leerdoelen. Je kunt uitleggen welke invloed epigenetica, genexpressie, heeft op het fenotype, wat daar het subtiele verschil tussen genexpressie en epigenetica is, dat leg ik zo uit. En je kunt het doel van tweelingonderzoek beschrijven. Nou, beginnen we met epigenetica en dan, om precies te zijn, begin ik met uitleggen wat genexpressie is. Het wel of niet tot uiting komen van een bepaald gen in het fenotype. En het genotype verandert hierdoor niet als genexpressie verandert, maar het fenotype wel. Heel simpel gezegd, een gen kan aan of uitstaan. Als die aanstaat en ik zie het in het fenotype, dan komt die tot expressie. Nou, je ziet hier twee oude knarren zitten op een bankje. En waarom heb ik dit voorbeeldje gegeven? Stel nou, ik ken deze gasten niet. Stel nou dat zij in het verleden, vroeger toen ze jong waren, allebei bruin haar hadden. Dat hebben ze nu niet meer. Dus de genexpressie is veranderd. Dus bij deze mannen is op een gegeven moment zijn bepaalde genen uitgezet. Hè, bijvoorbeeld voor de vorming van pigment, voor de haarkleur. Waardoor deze niet meer tot expressie komen. Met andere woorden, ze worden grijs. Het genotype is dus niet veranderd, maar het fenotype wel. En dat betekent dus, als zij, mochten ze op deze leeftijd nog kinderen krijgen, dat die niet automatisch grijze haren hebben. Hè? Dus het genotype is niet veranderd, er zijn alleen een aantal genen uitgeschakeld. Nou, dan komen we bij het begrip epigenetica. Dat bestudeert het mechanisme dat allelen aan- en uitzet en de invloed van milieufactoren hierop zonder dat de DNA-sequentie van het gen wordt gewijzigd. Met andere woorden, zij kijken gewoon wat zorgt er nou voor dat een bepaald gen aan of uit wordt gezet. In dit voorbeeld van deze heren is het vooral de leeftijd, maar er zijn ook andere factoren die invloed kunnen hebben op jouw genexpressie. Zonder dat dus je genotype verandert. Nou, mensen die zich daarmee bezighouden of de studie die zich daarmee bezighoudt is epigenetica. Nou, even, hoe werkt dat aan- en uitzetten van genen? Je moet je voorstellen, ons DNA is op, tenminste al tijdens de mitose kunnen we ons DNA zien in de vorm van chromosomen. Maar de rest van de tijd ligt het soort van helemaal uitgerold in je celkern. Dat zou natuurlijk een weerwar kunnen worden. Dus wat gebeurt er? Jouw DNA is omgewikkeld om histonen. Dat zijn gewoon kleine eiwitjes, katrolletjes waar je DNA omheen is gewikkeld. En 8 van die katrolletjes bij elkaar, die katrolletjes gaan zich ook weer een keer omwikkelen, dat wordt een nucleosoom genoemd. Dus hier zie je het van rechts, zie je het even van klein naar groot. Je hebt DNA, dat gaat zich omrollen om die histonen. En die kunnen zich weer bundelen tot nucleosomen en uiteindelijk vormt zich zo een chromosoom. En waarom is dit interessant om te weten? Je moet dit zien als een soort van boekrol. Je DNA kan worden afgelezen. Zo kunnen genen tot expressie komen. Je moet het zien als een boekrol. Als die gesloten is, als die dus helemaal dicht tegen elkaar aangerold is, kan je hem niet aflezen en je moet hem dus even openrollen wil hem kunnen zien. Nou, zo werkt het ook met die katrolletjes, met die histonen. Die kunnen ervoor zorgen dat je DNA er meer omheen wordt gewikkeld. Dan is die uitgeschakeld, want dan is die helemaal opgerold. Dan kan je hem niet meer aflezen. Maar je kan hem ook weer een beetje uitrollen. Nou, hoe zorg je er nou voor dat die opgerold is, dat die dicht gaat? Dat gebeurt door middel van DNA-methylering. Simpel gezegd, er wordt een methylgroep aan vastgeplakt. Dat moet dat rode bolletje hier voorstellen. En dan zitten ze dicht tegen elkaar aan. Kan die niet worden vertaald in messenger RNA en kan die niet worden afgelezen. Is die niet gemethyleerd, dan zitten ze wat verder uit elkaar en dan kan zo'n gen wat hier tussen zit afgelezen worden. Dat is eigenlijk de meest simpele versie om het uit te leggen. En ik ga zo meteen ook een aantal voorbeelden van geven hoe dat zit met epigenetica en genexpressie. En een heel bekend voorbeeld zijn de agouti-muizen van Randy Yurtel. Dat is deze gast hier, die heeft heel veel onderzoek gedaan met agouti-muizen.
En bij, als ze onderzoek doen bij muizen, dan proberen ze muizen zo genetisch identiek aan elkaar te krijgen. Dus bij knaagdieren kan het wat makkelijker. Dus dan ga je telkens binnen families laat je de muizen kruisen, totdat ze zowel bijna genetisch helemaal identiek zijn. En wat is het nou met deze twee muizen? Je ziet hier een wat oranjeachtige muis en hier een donkerbruine muis. Deze is vrij fors, deze niet. Deze twee muizen zijn genetisch bijna identiek en toch is er een groot verschil. Waar kwam nou deze onderzoeker achter? Als je zwangere agouti-muizen een bepaald dieet geeft, heeft dat invloed op de genexpressie. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft aan zwangere, dus aan een groep zwangere muizen, heeft hij wat in de voeding wat meer choline, vitamine B12 en foliumzuur gegeven. En die laatste twee worden ook gewoon bij de mens bij zwangere vrouwen gegeven. En wat bleek nou? Er werden bepaalde genen uitgezet. En dat zorgde ervoor dat de nakomelingen slanker, bruinig waren, minder kans hadden op obesitas en kanker. En dat kwam dus doordat een bepaald agouti-gen was uitgeschakeld. Met andere woorden, we keken naar milieufactoren op genexpressie, op het fenotype. Blijkbaar heeft voeding invloed op of genen aan- of uitgeschakeld zijn. Dat is dus een voorbeeld ook van epigenetica, dus de studie die hier naar onderzoek doet. Een ander voorbeeldje. Dit zijn bijen. En bij bijen, even de simpele versie, heb je een koningin. Oh, ik ga even snel. Heb je een koningin, je hebt een werkbij en je hebt een dar. Dat is een mannetje. Mannetjes ontstaan door onbevruchte eicellen. Dus een koningin gaat een eicelletje leggen en als die niet wordt bevrucht, wordt het een mannetje. Die zijn altijd haploïd. En wordt die wel bevrucht door een dar, dan wordt het een werkbij. Nu is het zo dat zo'n koningin genetisch gezien niet heel erg veel afwijkt van een werkbij. Toch zien ze er heel anders uit. Je ziet die is een stuk groter. Een koningin heeft ook een veel grotere angel. Dat kan wel eens van pas komen als er een staatsgreep is. En die angel kan ook vaker worden gebruikt. In gedrag is een koningin, gedraagt zich ook wat anders. Het lichaam is vaak niet behaard of bijna niet behaard. Terwijl dat werkbijen dat wel zijn. Maar dus genetisch gezien verschillen ze niet zoveel van elkaar. Het zou zomaar kunnen zijn dat een koningin en zo'n werkbij dezelfde ouders hebben. Nou, hoe werkt dat? Op een gegeven moment kan het zijn dat er een nieuwe koningin nodig is. Of de werkbijen vinden dat er een nieuwe koningin nodig is. En dan heb je een aantal larven en dan gaan ze speciale voeding geven. Dat wordt dan koninginnengelei genoemd. Dus een aantal larven die worden op een apart dieet gezet. En blijkbaar heeft dat dieet invloed op de genexpressie. Dus bepaalde genen worden nu aangezet, waardoor er een aantal prinsessen worden gevormd uit die bevruchte eicellen, uit die larven. Dan heb je natuurlijk een aantal prinsessen. Je hebt maar één koningin nodig, dus het is eigenlijk het spelletje van welke prinses weet als eerste alle zusjes om zeep te helpen. Er blijft als het goed is eentje over en dat wordt de nieuwe koningin. En genetisch zal deze dus niet zoveel verschillen, maar door die koninginnengelei worden dus bepaalde genen aan of uitgezet. Ja, dan is een van de vragen, een van de leerdoelen, wat is het nut van tweelingonderzoek? Aan de hand van tweelingonderzoek kun je heel goed achterhalen wat nou de invloed is van bepaalde genen en wat de invloed is van bijvoorbeeld ook genexpressie. En een heel bekend voorbeeld is een onderzoek naar de invloed van pesten. Een aantal jaren geleden hebben Britse en Canadese onderzoekers hebben een aantal jaren lang hebben ze één eigen tweelingen gevolgd. En het is nu niet zo dat de onderzoekers nou één van de twee ging pesten. Nee, daar zorgen de leeftijdsgenoten voor. Maar heel veel jaren later gingen ze weer diezelfde tweelingen opzoeken. En dan gingen ze vooral kijken naar de eeneiige tweelingen. Waarbij de ene wel is gepest en de ander niet. En waarom dat nou zo interessant is. Eeneiige tweelingen zijn genetisch identiek. Maar wat bleek nou? Beide tweelingen waarbij eentje wel was gepest en eentje niet, was het verschil in genexpressie een stuk groter
dan bij één eigen tweelingen waar allebei de tweelingen niet waren gepest. En ze hebben dit onderzoek hebben ze ook gedaan bij muizen. Nu waren daar de wetenschappers zelf iets minder lief voor de muizen. Dus die hebben gewoon echt een gedeelte van de muizen soort van getraumatiseerd. En wat kwamen ze erachter? Dat ook daar de genexpressie redelijk was veranderd bij de gepeste muizen. Maar ook dat die genexpressie blijvend was. In die zin dat de genexpressie ook door kon worden gegeven aan de nakomelingen. Bij de mens weten ze dat nog niet, want daar loopt het onderzoek nog niet lang genoeg voor. Deze kinderen die mee hebben gedaan met dit onderzoek, die hebben zelf nog geen kinderen waarbij je dat zou kunnen onderzoeken. Maar wees er dus van bewust, op het moment dat je iemand pest, dan heeft dat dus, kan dat dus blijvende gevolgen hebben voor de genexpressie. En wat is nou weer het gevolg van deze genexpressie? Dat heeft, hier bij de muizen was dat zo dat het vooral invloed heeft op de hormoonhuishouding bij stress. En de grote kans dat het bij de mens ook zo is. Goed, dat was dan het einde van dit filmpje. Heel veel succes nog met leren en tot de volgende.